picture. Hi to the Netherlands, baby! De parade kan gezien worden als het begin van het homecoming weekend. En ja, alle alumni's komen dan terug naar de universiteit. Ik weet trouwens niet waarom ze nu stilstaan. Ja, we praten in volle gang. Nu komen fraternities en sororities komen langs. Luke is there. Julia. Hey. How are you doing, man? Yeah, great. Great. What's this? What's this all about? It's a traditional golf team of the Okinawa area. Yeah. Yeah. So we're Japanese cultural association, so that's why I wear this one. So this is the president of Fiji. What's up, dude? How is your friend? It's amazing. It's the best friend. De parade die zit er net op en ja, het was een geinige parade. Er stonden wat zeg maar fraternities en andere verenigingen die hadden een car en een nou, lekker feestje en muziekje erbij. Prima om te kijken. En het leuke was, ik kende best wel veel mensen. Na 2 maanden hier zo op de campus rondgelopen te hebben, ken ik toch al wel een hoop mensen die even een handje opstraken en eventjes naar mij zwaaien. Nou, morgen is er een grote American football match. Tailgating, dus dat is echt een klassiek Amerikaans iets. Iedereen doet dat dus zeg maar voordat de wedstrijd gaat beginnen. Dan gaan ze gewoon even een drankje hebben. En hey, what's up, what's up? I'm just talking about tailgating. That is like a typical American thing. How do you play cornhole? Cornhole, what's it's where you have beanbags and you never shoot them into like any of these things. Oh, yeah, yeah. Typical tailgating. Are you excited for the game? I am very excited. This is my sister. Hi. Oh, hi. Nice to meet you. I'm Louis, from Vans Luda TV. Sunken Garden is omgebouwd tot een sunken feestplaats. Nou ja, feestplaats dat ik niet zeg maar. Het is gezellig. Het is hier gezellig. Ze hebben een tent opgezet hier achter mij. En daar hebben ze daar wel springkussens. Is William and Mary going to win? No. No, no. Why not? No way. But we'll put in good effort and I'll be hammered at the game. Tailgating, dat gebeurt gewoon op de parkeerplaats voor het stadion. Dit is dan de dichtstbijzijnde parkeerplaats. En dan zie je daar dus allemaal mensen hun auto hebben geparkeerd. En dan een beetje barbecue, biertje erbij, lekker man. En dan zie je dus hier achter mij, heb je dan het stadion, het Zeebel Stadium. Daar ga je naar binnen. Wat sommige mensen ook doen, zeg maar omdat het hier dus veel gezelliger is, blijven ze dan hier tailgating, dus barbecue en zo. En dan gaan ze niet eens naar binnen. Ze zijn aan het wachten nu. En het is nog nooit zo druk geweest hier, dus ik kan nog wel even doen. Hey! How's it going? Doing great on you? Yeah. I'm live from the live right now? From the line to the. Oh my god! Yeah, awesome. we're live. That's insane! Homecoming speelt the tribe William & Mary James Madison University in het paars-wit gekleed. We're down like 0-7. So you say we should sack the coach? Yeah, they should sack the coach. The coach is the second longest coach. Time to retire. Six and a half. Oh, and he's over. Three quarter right now. Hey! Yeah, picture. aan het leeglopen, want James Madison heeft net weer een keer flink wat gescoord. En we staan nu met 26-0 achter. We worden hier toch een partij ingemaakt. Iedereen die gaat er dus vandoor. Kijk, we lopen, iedereen gaat er vandoor. Ja, bedankt voor het kijken natuurlijk weer. En vergeet vooral niet te abonneren en even een duimpje omhoog te geven. Vol van Sloten TV.